Het is vandaag dinsdag, het is 8 augustus en ik ben in het AMC. En zoals je misschien al ziet, nou ja, alle ziekenhuiskamers lijken op elkaar, maar dit is dezelfde kamer waar ik de afgelopen 7 weken ook heb vertoefd. En ik heb ook weer mazzel, want ik lig ook helemaal alleen, dus dat is helemaal lekker. En ik zit aan een ijsje. Ja, en dat is op doktersvoorschrift, want hier zie je mijn chemo binnenlopen en doordat ik ijsjes ga eten, gaat de doorbloeding in mijn mond, gaat dat niet meer zo goed, hè, door die kou. En daardoor krijg ik minder kans op blaasjes en problemen. Dus ik eet bij deze chemo, ik heb 2 smaakjes chemo. Eentje die best wel zwaar is, waar je ook epileptische aanvallen van kan krijgen. Dus daar krijg je dan natuurlijk ook weer medicatie voor. Dus goed ijsjes eten. Ik krijg die zware chemo 4 keer per dag. Om 3 uur 's ochtends, om 9 uur 's ochtends, 3 uur 's middags en 9 uur 's avonds. En de andere smaak chemo krijg ik 's ochtends. En ja, dan overlapt het elkaar een beetje. Lekker aan de ijsjes of aan de hele koude lekkere drankjes met ijsblokjes. Dus dat is een zware taak natuurlijk. Nou, het valt wel mee hoor. En ik ben heel blij dat ik in mijn oude vertrouwde kamertje ben. Weer met dat prachtige uitzicht hier over Amsterdam. En je ziet mijn ijskastje weer staan. En mijn knuffeltjes. En mijn kaartjes. Dus ik ben weer thuis, zou ik maar zeggen. Heel vertrouwd hier in het AMC of F6 Zuid. Ja, en de verpleegkundigen zorgen weer mega goed voor me. Ik heb ook weer de lange lijn, hè. Jullie wel bekend, vanuit de nek. Daar gaat het infuus dan met een lijntje. Zo, de chemo komt dan tot mij, bij mij binnen. Ik heb begrepen gelukkig heerlijke taarten gebakken voor de verpleegkundigen. Dus op die manier wilde ik ze alvast bedanken. Ja, en het is weer begonnen. Deze chemokuur gaat ervoor zorgen dat mijn myelofibrose, dat is dat bindweefsel wat ik aanmaak in mijn beenmerg, aangepakt gaat worden. En ja, de chemo gaat ervoor zorgen dat ik weer ruimte in mijn beenmerg ga krijgen, zodat ik volgende week dinsdag 15 augustus mijn stamceltransplantatie kan ondergaan. Daarvoor zou ik ook nog aan het einde van deze week een andere behandeling, een andere kuur krijgen, waardoor het legertje, je witte bloedlichaampjes, heeft ook een legertje, je lymfocyten. En die lymfocyten moeten natuurlijk niet die stamcellen gaan aanvallen, dus die moeten even lam gelegd worden. Dus daar ga ik ook heel ziek van worden. Nou, dit is dag 1 van de chemo, dus dan voel je je wel een beetje misselijk, maar dan ben ik nog niet zo heel erg ziek. Dus ik dacht, nou, mooi moment om eventjes weer jullie op de hoogte te stellen. Ja, en het is weer een weekje chemo, maar wel met een goed uitzicht voor de stamceltransplantatie. En het is wel heel bijzonder, want de donor, waarvan ik niet weet of het een hij of een zij is en of diegene in Amerika woont, Australië, Duitsland of Nederland, want dat is anoniem. Ik mag diegene wel een brief sturen, maar dan mag ik in niet refereren precies wat voor gezinssamenstelling ik ben en waar ik vandaan kom. Dus ik mag wel een bedankbrief sturen, maar een hele sec-achtige brief. En dan kan de donor er eventueel voor kiezen om uit anonimiteit te komen. Maar die donor, die gaat dus even kijken, vanaf vrijdag of donderdag zichzelf een groeihormoon toespuiten. Zodat zijn stamcellen, ja, ik heb het altijd maar over een hij, maar het kan dus ook een zij zijn, in zijn bloed gaan zitten. En dan gaan ze met een soort dialysemachine uit zijn bloed die stamcellen filteren. Zodat dinsdag die aan mij toegediend kunnen worden. Ja, allemaal heel bijzonder en ik ben altijd heel dankbaar, want het is een 100% match. En ja, dankzij matches hier in Nederland die ervoor zorgen dat het allemaal goed geregeld wordt, ja, wordt mijn leven gered. Dus die ene donor, die anonieme donor ergens op de wereld, gaat ervoor zorgen dat hopelijk mijn leven gered gaat worden volgende week. Even een zware week voor mij deze week. Ze gaan me even goed ziek maken. Maar ik hou jullie op de hoogte. Heel graag tot de volgende.